ondernemer en econoom. Hij schrijft over innovatie en ondernemerschap. En hij is de uitvinder van de pizza zonder anchovies, schreef hij. Moet je even uitleggen. Moet je even uitleggen. Ik heb een boek geschreven, ondernemer en leerboek voor HBO. Ondernemerschap. Als voorbeeld van koppelverkoop. Daar hou ik eigenlijk telecombedrijven aan. Je krijgt zoveel belminuten, maar ook zoveel sms'jes en zoveel databundel. Ik sms nooit, maar ik moet het aan het kopen. Want Vodafone die heeft geen pizza zonder anchovies. En dat was een flauw grapje, maar dat is, hoe heet die? T-Mobile. Ja, in de tv. En met onze Amerikaanse vriend Ali B. Die heeft die grap gejat. Nou ja, ik heb dus weer beroemd gemaakt. 10 minuten van jou, Ronald. Ja, zit je aan? Ik sluit me helemaal aan bij de voorspreker. Jolanda, goed verhaal. Dat, ik denk echt dat we op termijn die kant op moeten. En ik denk, dat gebeurt ook omdat uiteindelijk iedereen zal inzien dat iedereen daar belang bij heeft. Robots kopen geen iPhones, dus als je wil dat mensen die iPhones kopen, dan moet je mensen geld geven. Maar voordat we zover zijn, over 10 of 20 jaar, denk ik dat er nog een hoop ellende zou kunnen gaan gebeuren. Dat, misschien dat er toch nog wel gaat gebeuren wat Karl Marx al in 1880 voorspelde, dat er een klassenstrijd komt, omdat arbeid en kapitaal veel steeds verder uit elkaar groeit. Dat is mijn hele pessimistische boodschap. Maar het is misschien goed om, als we het hebben over de toekomst van werk vanmiddag, om ook even naar de geschiedenis van werk te kijken en te realiseren dat hoe we het nu hebben georganiseerd, werken in loondienst, werkgever, werknemer, dat een hele recente uitvinding is. Dat, 150 jaar geleden was iedereen ZZP'er. De Romeinen die hadden het georganiseerd met slaven. En in de middeleeuwen had je horigen en lijfeigenen. En ik heb me laten vertellen dat het woord robot afgeleid is van het Tsjechische woord voor horigen. Dat is iemand die voor jou dus je werk doet. Maar dit terzijde. Recente uitvinding, dus loonarbeid. In het begin werkte dat ook nog helemaal niet zo goed. De eerste industriëlen in Engeland, de industriële revolutie, die hadden het idee dat ze, net zoals vroeger de koningen en dergelijke, hun werknemers zo ver mogelijk moesten uitwringen. Toen had je geen 24-uurige werkweek, maar bijna 24 uur gewerkt dag. Ja, en heel veel geld kreeg je daar ook niet voor. En dat was ook de achtergrond waar tegen Marx in, dat was in Leven in Londen werkte, het begon te hebben over klassenstrijd en veredelen doen. En weet ik zo mooi, die grootste kwadradats die eraan ging komen. Dat ging allemaal fout, omdat die arbeiders het niet meer zouden pikken, dat ze werden uitgevonden en in opstand zouden komen. En het is pas rond 1900 of zo dat daar, en er zijn dan namen als Henry Ford en Andrew Carnegie aan verbonden, die het heldere inzicht hadden dat je niet zoveel auto's kon verkopen, bijvoorbeeld Henry Ford, als je niet je arbeiders ook een behoorlijk salaris gaf en ook tijd om in die auto's te rijden. Dus toen begon het een beetje de goede kant op te gaan. Dat is de uitvinding geweest van de consumptiemaatschappij en dat heeft ons 100 jaar lang heel veel welvaart en voorspoed gebracht. Het is goed om je te realiseren dat economie een kringloop is. Hè? Dat, altijd als er iemand zegt dat iets vreselijk veel geld kost, dan moet je realiseren dat dat voor iemand anders in diezelfde economie een opbrengst is.
het geld moet rondgaan. Dat had mensen als Ford en Carnegie, die hadden dat heel goed begrepen. Maar er is wel altijd, het gaat niet vanzelf, een individuele ondernemer die heeft er wel belang bij om zijn kosten te drukken. Hij kan dat goedkoper produceren en de rest van de economie die zorgt erop dat er ook koopkracht is. Dus het systeem loopt niet vanzelf rond, het moet afgedwongen worden. Er is sociale wetgeving nodig, er zijn cao's nodig, er zijn minimumlonen nodig. En er zijn dus uiteindelijk politieke oplossingen nodig, politieke afspraken. Zoals misschien wel een basisinkomen in de toekomst. Afgelopen 40 jaar in ieder geval zie je dus dat er gemoddeld wordt aan dat mooie stelsel van de consumptiemaatschappij. Bedreigingen waar de liberalisering, de markt moest de gang maar gaan. Er ontstond een soort van race to the bottom. Iedereen zo laag mogelijk op kosten. Globalisering was een bedreiging. Niet alleen dat ook weer tot lagere kosten en lagere lonen ging leiden, maar ook dat de salarissen betaald werden in China en de iPhones verkocht moesten worden in Europa en de Verenigde Staten. Dus dat gaf ook druk op dat systeem. Maar de allergrootste bedreiging, dat is, werd ook al even genoemd, de automatisering, de robotisering. Het zal vanmiddag nog een paar keer langskomen. Die studie die zegt dat in de komende 20 jaar de helft, geloof ik, van alle banen zal verdwijnen. En niet alleen maar handwerk, maar ook heel veel hoofdwerk. Algoritmes die kunnen veel beter recht spreken dan een rechter. Want een algoritme heeft er geen last van dat hij na de lunch veel milder is dan voor de lunch. Dat rechters wel is bewezen. Dus dat heel veel banen gaan verdwijnen. En dat levert nu al problemen op. Er is sprake van verdwijnende middenklassen, oplopende inkomensverschillen. De onderkant wordt groter, de bovenkant wordt groter en daartussen valt een gat. En dat bedreigt niet alleen de sociale cohesie en de democratie, wat er op zich al erg genoeg is, maar uiteindelijk ook de economie bijt in zijn eigen staart. En dat is jammer, want in principe is dat de technologische ontwikkeling gunstig. Als je en robotisering ook, als je zelf een robot zou hebben, heel naïef gedacht, Jetson tekenfilmachtig, je hebt een robot en die gaat 's ochtends voor jou naar je werk en die doet jouw werk en hij krijgt ook jouw salaris van jouw rekening. Dan is, als je het je zo voorstelt, is iedereen natuurlijk voor automatisering en voor robotisering. Dan kan je zelf wat leuks gaan doen. En het is misschien wel het einde van de schaarste. Dat is zo'n scenario. Er kan heel veel geproduceerd worden zonder dat er arbeid voor nodig is, in theorie. Die fabriek van Toyota, die gewoon stopt er metaal in en spuugt auto's uit. Nou, prachtig toch? Maar de bedreigingen die kwamen ook al even langs ongelijkheid. En daardoor allerlei sociale spanningen, bedreigingen en misschien wel die Claudere Dutch. En wat ik al zei, over de lange termijn maak ik me niet zo'n zorgen, dat komt vast allemaal wel goed. Een basisinkomen en of kortere werkweek of een ander belastingmechanisme of alles. Of we gaan vast wel wat verzinnen om opnieuw inkomen te verdelen, arbeid te verdelen. Gewoon omdat iedereen daar uiteindelijk belang bij heeft. Maar die korte termijn, dat is waar ik mijn onderzoeksvraag over neerleg bij jullie. Want wij zijn allemaal, dat weet ik trouwens niet, maar in ieder geval wel, iemand die alleen maar arbeid heeft en heel weinig kapitaal. Mensen zoals ik, of ze nou in loondienst werken of als zzp'er, hoe
overleven die de komende 10 à 20 jaar? Hoe overleven die de klassenstrijd? Wat kan je zelf doen? Niet aan politieke lange termijn oplossingen, maar wat kan je zelf doen, individueel of in een kleine groep, nu al, om aan die citruspers te ontsnappen? Dat zou ik jullie voor willen vragen. Dank u wel. Ik bedankt voor de minister hoe die citrus pesten voor jouw specifieke werkzaamheden uitziet.